Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Mijn gast vandaag is Dion Denswil. Hij is een 22-jarige student die eigenlijk zijn focus heeft gelegd op het worden van comedy talent. Hij heeft het al ontwikkeld en heeft wat nieuwe plannen voor 2021 om het Surinaamse publiek meer vertier te geven. Kijk mee naar het verhaal van Dion en natuurlijk zijn toekomstplannen. Dag Dion en welkom in Q-Time. Dag mevrouw Miranda, dankjewel. Okay. Vertel een beetje over jezelf. Je bent alvast een jonge man en je bent comedian. Dat zijn de twee dingen die ik van je weet. Ja. Wat ik moet ik nog meer van jou weten? Ik ben afgelopen 7 januari 22 jaar geworden. Ik ben universitair student. Ik doe daar bestuurskunde. En ik hou van entertainen, op een podium staan, mensen aan het lachen brengen, het schone ding. Hoe meer mensen, hoe gekker ik word, dat is echt een feit. En altijd voordat ik podium op ga, heb ik een hele mentos op. Zoiets van mezelf. Hele mentos op. Een hele mentos? Ja. Dus je mentos zijn jouw... senior remmers of zo. Of misschien is het juist je aanmaakblokje. Ja, aanmaakblokje en iets dat ik op mijn maag heb, want ik ga nooit met een volle maag op podium. Oké. En de eerste podiumgelegenheid was op 21 september 2012. Dat is hier op dus een hele tijd, dat is een hele tijd terug. Ja. En ik ben van Kamerwenen. Hoe is dat gebeurd? Ben je gewoon op het podium gestapt en gezegd, oké, is goed, eerder is het 2012, er is something going on. Weet je wat? Goed job voor om te kijken wat er gebeurt. Ik wil wel nou, iets zeggen. Direct. Het is begonnen bij een project van de Nederlandse ambassade. Er was dans, drama hier op Nieuw Amsterdam, want ik ben van Kamerwenen. Ja. En ik had de gelegenheid, ik wilde drama doen, graag, omdat het gewoon mijn ding is, maar nooit. Omdat ik ver woon. Was het ver, je mag nog niet bussen, weet je. En dan heb ik het hier gedaan. Ik werd benaderd door een dame die me hoog zei van, hey Dion, dit is voor jou, je doet het gewoon. En dat is hem gewoon geworden. We hadden een eindscript. Het was ook in samenwerking met Theater on Stage. Toen was mevrouw Kampergene nog in SU. En ik had hoofdrol. Het was een script. Dit ben ik. Die is naam me. En dat was heel nice. Dat is echt heel nice. Ik kan die dan tot heden niet vergeten. Oké, maar 2012, 2020 en nu 21, zitten er wel 8 jaar. Dus wat heb je in die 8 jaren allemaal gedaan hieraan? Zo, heel veel. Om te beginnen net na dat van mijn eerste podiumgelegenheid. Toen kwam het volgend jaar, een ander project van de Nederlandse, 2014. Kwam er een ander project van de Nederlandse ambassade. En dat was de kracht van storytelling. Dat we de lessen werden verzorgd door de heer Middelijn, Paul Middelijn. En hij gaf ons die tools hoe je een verhaal op een zeer innovatieve manier kan voorbrengen, zonder dat de mensen in slaap vallen. Want uiteindelijk is dat je missie. En als je flair hebt, dan komt je flair erbij, weet je. En dat heb ik gedaan. Het werd een landelijke competitie. En van Kamerwijnen kwam ik op de eerste plaats, de kracht van storytelling. En dat heb ik 3,5 tot 4 jaar gedaan. En op zich was het leuk, omdat aan het einde van het jaar kreeg je een certificaat. Je zag de groei, ook in je munitie. Want meestal begin je met 3 minuten, daarna gaan 3 naar 5 en daarna hoger. Maar ik hield hem altijd op 5, omdat ik zoiets heb van, je moet me goed zien en ik ben weg en denk van, ik wil meer. De volgende keer kom je sowieso naar me kijken. Ja. In dat project hadden ze diverse shows, Night at the Zoo's in het amfitheater van de Paramaribo Zoo. Ja. En daar heb ik vaker ook gestaan. En het was altijd challenging, omdat storytellers onderling, iedereen probeert als laatste te gaan, je weet toch, maar je verhaal bepaalt. Dat was save the best for last, wil je doen. Ja. En ik kan me maar 1 show heugen, dat ik niet als laatst heb verteld. Maar die jongen, daar gun ik tot de dag van vandaag. Het was een super verhaal. Het was mooi. Die jongen heeft gezongen. Ik was gelijk nou echt. Nog respect. Oké, maar waarom comedy en geen gewoon drama?
kwam er eens komen bijkijken nadat ik storytelling deed. Als ik even terug daar mag gaan. Ja. Ik deed storytelling, maar ik zag eigenlijk dat net een kleine groep, naar mijn mening hoor, een kleine groep storytelling waardeert in Suriname. En ik wilde meer dan dat. En van storytelling uit, was er nog één project van de ambassade, dat was Take It to the Street. Ik weet niet of je daarvan heeft gehoord. Ja, ken ik ook. Daar heb ik ook mogen participeren. En dat was die drive, omdat iedereen daar iets anders deed. En ik was like, ik ga alleen maar mijn storytelling. En van daaruit ben ik naar dingetjes gaan zoeken. En toen was de minister van Onderwijs hot item, wanneer hij zo TV kwam, weet, half acht journaal, Bertha, Bertha. En ik was like, oh, nah, man, is hij. You know. En dat kwam van mijn moeder. Oké. Mijn moeder kon hem tot heden goed nadoen. Maar je gaat haar nooit op de voorgrond zien. Toen heb ik het overgenomen. En toen ik comedy zag, toen was iedereen en iedereen kijkt anders naar je op, met andere warmte, andere liefde. En daarvan hield ik. Ik wilde altijd een treetje hoger, een treetje hoger, een treetje hoger. En ja, dan ben ik comedy gaan doen. Ik heb eerst imitatie gedaan, maar bij de Weekend Talent Show ben ik voor het eerst met mijn eigen stem begonnen. Waarom? Omdat ik het lastig vond als ik penui geroepen werd. Like, je gaat voetballen penui, je gaat iets kopen, dag meneer penui. Dus. Maar uiteindelijk had ik echt zoiets. Als mijn personage grappig is, dan is de persoon die ondanks wil ook grappig. En dan heb ik dus laten we dat gaan ontdekken en dat gaan ontwikkelen. Precies. Okay. En dat wil je dus gaan doen in 2021, want je hebt ook weer een kleine zoet van je gegeven op 31 december, heb ik begrepen. 31 december heb ik samen met de heer Bram een extra to the point gedaan op zijn komische, als ik het zo mag noemen. En het was tof. Geloof mij, er was geen script. En dat maakt het nog mooier. Het enige dat ik geweest was, de huidige politieke situatie en COVID. Dat was het enige dat ik wist. Tijd hebben we gehad en that's it. En daarna volgende dag sta je op, zie je 130.000 views. Serieus? Ja. Oké, geweldig. Oké, dat heeft je gesparkt om in 2021 wat andere plannen te maken. Je gaat nog steeds naar ADEC, neem ik aan, bestuurskunde? Jawel. Ja, oké. En wat zijn jouw plannen voor 2021? Voor 2021, tenminste, ik heb het vanaf de Weekend Talent Show, dat is een jaar terug, een jaar en 4 maanden, dus heb ik het rustig genomen. Omdat ik dan andere dingen van plan was. Mm-hmm. Ook in die richting hoor, maar weet je, die serieuze zijde, omdat als je bestuurskunde doet en je bent familie, dan ben je niet serieus dan. Als je gaat praten over beleid. Nou, ik weet het niet. Het is best een hele interessante combinatie. You never know waar het je naartoe brengt. Ja, dus dat ook. Maar ik denk dat het een vries is. Dat ik niet serieus genomen ga worden. En voor 2021 wil ik mijn productie pushen. Ik had een televisieproductie geschreven. En dat wil ik van het jaar eindelijk lanceren. Omdat ik weet hoe ik het heb geschreven. Ik weet hoe ik naar tv-producties kijk. En dat ik hem anders naar voren zou brengen. Maar ook om te zeggen dat de samenleving naar mijn mening gebrek aan vertier heeft. Omdat men focust op de huidige politieke situatie. Dan heb je dat gezegd. En mijn mening is toch om de mensen andere gedachten te brengen. Middels mijn productie, om zo gezinnen bijeen te krijgen. Maar ook voor het feit dat je bijvoorbeeld een half uurtje kijkt, dan heb je echt zoiets van, je denkt niet aan je problemen in je denk aan stroomrekening, aan waterrekening, in je denk aan zo'n manpaaie. Dus dat half uurtje wil ik voorbrengen. En ja, dat wil ik van het jaar doen. En natuurlijk meer stemmen ontwikkelen. Ja.
Ja, dat wil ik zeggen. Je bent 22 jaar oud, hè? Ik heb wel andere. Je hebt het, ja. Alles is nog mogelijk. Je kan alles nog ontwikkelen en bijleren. Dus, maar je weet in ieder geval wel heel duidelijk welke richting je uit wil. Ja, ja. Oké, dus wij mogen van Dion heel veel verwachten in 2021. Very nice. Yes, als alles een gangetje gaat, ja. Maar natuurlijk. Ja. Oké, vergeet niet, maak je studie af. Hoe lang heb je nog voor bestuurskunde afronden? Ik heb volgend jaar nog een nieuw collegejaar. Ja, oké. Okay. Nou, is goed. Het eind is al in zicht, je bent al over de helft. Dus ik zou zeggen, zet door. Jawel, dankjewel. En geef het liever de gelegenheid om je te brengen naar waar het moet. Yep, inderdaad. Okay. Very nice, Dion. We kijken er naar uit. Heel trots op jou dat je in de afgelopen tijd elke gelegenheid hebt aangegrepen om jezelf te ontwikkelen. Maar je weet heel goed waar je naartoe wil. Dus dat is natuurlijk een heel mooi fundament voor 2021. Dus we houden je in de gaten. Hou ons op de hoogte wat er allemaal gebeurt en wat je allemaal ontwikkelt. En een hele grote steunende rug voor jou. Toegewenst. Dank je wel. Dank je wel. Is goed. Stay safe. Bedankt voor het gesprek. Yes. Hetzelfde voor u. Oké. Bye. Dat was het leuke gesprek met Dion Denswil. 2021 belooft dus voor hem een heel spannend jaar te worden. En wie weet krijgt u ook nog meer van hem te zien in de komende tijd. Hopelijk heeft u in ieder geval genoten van het gesprek dat wij met hem hebben gehad. En wij wensen hem natuurlijk enorm veel succes toe in het najagen van zijn dromen in het nieuwe jaar. Bedankt voor het hebben willen kijken. Tot de volgende keer.